Mijn beste vrienden Paramaribo groeten met een grotabiki barasat. Het is 14 september. Jamman, timestamp. Alles goed. Het is verschrikkelijk warm in Suriname. En het is net 12 uur geweest. Je weet dus wanneer je naar Suriname komt. Straks als je naar ons land komt. Zorg dat je korte broek hebt. En zorg dat je luchtig gekleed bent. Want dat is ook vaak gevaarlijk. Het betekent natuurlijk dat het geweldig goed gaat. Heeft iedereen in je familie brassas wanneer ze het verdienen? Lukubanga denk, no brassa brassa alas maar. Wie zijn familie? Want zo'n epara trangaloli. Maar goed. Onospan, on devon rustig. Devon rustig. Zorg goed dat je brassa de king. En zorg goed dat je segi den kleintjes voor jou. Kleinkinderen, achterkleinkinderen en zo. Zorg voor ze. Mie, Karo, kan het niet genoeg zeggen. Alla pikino, wie piking. Luister nou. Hoe dan dat probleem is er nou toch wel laf, hoe gevaarlijk. Ik blijf lachen. Dat moet ik u eerlijk zeggen. En moet tegen ons aan niet. Nulas kraktiara. Nulas power. Nulas bribi. Blijf geloven dat wij het beter kunnen maken wanneer wij weten wat moet. En wanneer we beginnen te erkennen dat we er vanaf wij bezig zijn, een puinhoop van gemaakt hebben. Want met die erkenning kan een verbetering beginnen. Tot nu toe is het land geregeerd door onnozelen. Want ze waren een beetje goed en een klein beetje goed, maar een beetje fout hier en een beetje fout daar. En tot nu toe is het land geregeerd door onnozelen. Want onnozelen hebben natuurlijk onnozele regeringen gekozen. Wat verwacht u dan? U verwacht dat de omgekeerd is niet mogelijk. If you onnozel, dan een onnozele regering. En allemaal zijn gegaan hoor. Allemaal. Weet je wel, van de ene kan je zeggen, hij heeft dit gedaan. Dat mag gevaarlijk. Maar al die andere dingen heeft hij niet gedaan. Van die andere kan je zeggen, hij heeft dit gedaan. Maar al die andere dingen heeft hij ook niet gedaan, beste vrienden. Dus dat was ik qua. Rommel. Rommel, veel rommel. Nu is het zo dat niemand is perfect, dus we gaan altijd wel fouten maken. Hè? Dat is het. Dus geen probleem. Maar die fouten moet je corrigeren. Hè? Daarvoor maak je fouten. Als je ze maakt, moet je ze corrigeren. Maar in Suriname hebben we een probleem met de onnozelheid. Dat het zijn net ezels. Die maken nog steeds dezelfde fout en dezelfde fout. Voor ons dezelfde fout. Maar die fout die wij zelf de fout noemen, die brengt hun poen en punta. Ja man, alasane kong. Dus de mij fina monitor. Dus dan nou, is het voor ons een fout, maar voor hun is het helemaal goed man. Top. En zo dondert het land. Van de ene ellende in de andere ellende. Het ene debakel in het andere debakel. De ene crisis in de andere crisis. Eerder zei ik u, en dat blijf ik zeggen, vergeet het niet, onthoud het goed. In Suriname probeert men steeds een crisis met een crisis op te lossen. En een crisis met een crisis oplossen levert een nieuwe crisis. Je hoeft niet slim te zijn om dat te begrijpen. Je moet gewoon realist zijn en kijken naar wat er gebeurt. Dus wij moeten met elkaar zoeken naar nieuwe oplossingen, nieuwe mogelijkheden. En om die nieuwe mogelijkheden te kunnen zien, moeten we wel erkennen dat we in die oude mogelijkheden die we hadden, een puinhoop hebben gemaakt. Dus je kan ze niet meer gebruiken. Je moet komen met nieuwe gedachten, nieuwe ideeën. En eigenlijk zouden we moeten praten over een nieuw Surinaamse mens. Een nieuw Surinaamse mens. En die mens, die moet bright denken. Dat wil zeggen, hij moet niet die fouten maken die al jaren gemaakt zijn voor ons. Maar hij moet een nieuwe koers gaan bewandelen. Maar hey, onze hoop is echt in sommige gevallen pit edel hoor. Luister nog. En kijk nog. Constitutionele Hof van 5 augustus beslist dat die kiesregeling aan reparatie toe is. En een van de dingen die moet worden gerepareerd is het opnieuw vastleggen van de kiesdistricten. Dat nu begrijpt u die toch, dat is heel eenvoudig. Een nieuw kiesdistrict.
Maar als Brontosaurus nu al hoofdstembureaus gaat benoemen, zonder om te weten waar de grenzen zijn van de nieuwe kiesdistricten, dan is het voorbereiden op een Brontosaurus op een vervoeren constructie. Wat zou het kunnen betekenen? Het zou kunnen betekenen, en ik wil daar niet aan geloven, het zou kunnen betekenen dat de regering eigenlijk scheid heeft aan wat het constitutionele hof heeft besloten en buiten het hof om gewoon aan de slag gaat met dat oude ding. En dat mag niet, dat kan niet, dat is eigenlijk in de grondwet van ons is het onmogelijk. Een andere gozer die ik niet bepaald tot mijn vrienden mag rekenen, die zegt, luister nou, dat ding is een koeiending, want dat ding is, wij krijgen een constitutionele crisis. Maar over de crisis, daar had Dr. Hugo Fernandez Mendes haar fijn uitgelegd, dat die crisis is natuurlijk, wanneer deze regering het oordeel en het besluit van het constitutionele hof om de kiesregeling onverbindend te verklaren overroelt, dan heb je een zware constitutionele crisis. Dat is een geweldig, verschrikkelijk ding. We gaan niet al die redeneringen opbouwen over wat is nou een staatkundige crisis. En wat is een constitutionele crisis? Dat ding is gewoon zo dat anai roko. Ano kang. Omdat je kan niet iets opdelen wat je niet hebt. Eerst, meneer Brontosaurus, moeten de grenzen van de kiesdistricten opnieuw worden aangemerkt. En misschien zijn het er niet eens 10 kiesdistricten. Misschien zijn het er minder. Misschien zijn het er meer. Nou, hoe ga je nu met je grote... is dit domheid of is dit vervoering? Maar hoe ga je nu dan hoofdstembureaus vastleggen? Beste vrienden, dit ding ruikt. Het stinkt. Het stinkt naar een bedorven saté. Bedorven bami. En... Luister nou. Pronto, you make your jurk als op je schrift dringeren. Wat wil me die bari gevaarlijk? Ik denk dat niemand die constitutie opzij kan zetten. He? En als jullie dat wel doen, dan gaan jullie zoveel herrie horen in die samenleving dat je longe chibri in een bami plaatst.